Ik ben je trouwens dankbaar voor één ding, God. Het luisterrijk verhaal. Verhalen zijn belangrijk. Een bus vol verhalen. Mooi. De Nationale Boekenweek is vandaag begonnen. Lezers kunnen in boekwinkels terecht voor het boekenweekgeschenk van kader Abdullah. Maar het kan ook anders. Als tegenhanger heeft Thies Hillekens van de Open Dichtbus een alternatief boekenweekgeschenk gemaakt. Wij bedachten in de traditie van uh, mijn voorganger chef. Die heeft het vroeger ook gedaan, een alternatief boekenweekgeschenk. En wij vonden dat een, een mooie voortzetting van dat principe. Dus wij hebben uh, koppen bij elkaar gestoken en we zijn even gaan kijken wat kunnen we doen. En toen kwamen wij met dit op de proppen. Het is vers van de pers. Dit Het is een klein boekje met uh, werk van vijf kunstenaars. En daar staan uh, teksten in, gedichten en beeldend werk. En een CD met hele goede muziek. Die staat iedere zaterdag op de markt met zijn boekenbus. Hij bedacht zijn geschenk samen met vijf Eindhovense kunstenaars. Het resultaat is een boekje van 20 pagina's. Met kunst, verhalen en een CD. Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit. Ja. Vinden wij. Bedoel, en het, het, er staat genoeg in om je te prikkelen. Weet je, en een dik boek. Ik noem even De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch. Daar had ook in 30 pagina's gekund. Weet je, het gaat niet om, om hoe dik een boek is. Het gaat erom dat er. Dingen instaan staan die, um, die je raken. Je moet aangeraakt worden. Het geschenk van Ties en de andere kunstenaars is te krijgen bij een besteding van 5 euro. De prijs is volgens de eigenaar van de Open Dichtbus een groot voordeel, al wil hij ook graag het officiële Boekenweekgeschenk lezen. Het leuke daarvan is, ik, bedoel, ik koop in bij kringlopen. Ik weet zeker over een paar weken kom ik bij de kringloop en dan staat er kader Abdollah. Dan kan ik hem zo meenemen, dan kan ik hem in de collectie zetten en dan kan ik hem zelf lezen. Ik ga hem waarschijnlijk wel lezen, want ik vind het een leuk schrijver, Karaballa. Het alternatieve boekenweekgeschenk heeft een oplage van 250 stuks en is ook na de Nationale Boekenweek nog te krijgen.